zetten. Oh, dat is de 5-0. De handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk. Dag allemaal, welkom bij de laatste aflevering van de Champions Club van dit seizoen. De laatste, want zaterdag zijn we toe aan de finale natuurlijk. Real Madrid Club de Football tegen Liverpool Football Club. En met wie kunnen we beter vooruitblikken op die finale dan met onze twee commentatoren die erbij zullen zijn in het Stade de France op zaterdag. Dag Peter van den Bent, dag Gert Vrij. Nicolas. Mannen, houden jullie bij de hoeveelste finale het al is die jullie samen gaan becommentariëren? Nee, toch, maar Nicolas, je moet dat vooraf vragen. Maar kijk, jullie kunnen ook in jullie geheugen graven. Dat is normalerwijs uitstekend. Die we samen becommentariëren? Samen. Ja. De 8e, denk ik. De 8e, sinds 2012, denk ik. Of 13 was de eerste, denk ik. Hè? Ja, 12 of 13, ja. En er zijn er twee van tussengevallen om een... Ja. Om diverse redenen. Om diverse redenen. Zijn jullie de dagen en de uren aan het aftellen? Of hoe leven jullie toe naar zo'n finaal? Bah, we hebben gewoon te veel om handen om al te kunnen aftellen naar de finale van de Champions League. Zo zitten we eenmaal. Wat een kleine hiccup in de trainerswereld de voorbije week. Juist. Dus ben je daar de hele tijd mee bezig en met nog allerlei andere dingen. Dus laten we zeggen dat als we morgen in het busje stappen dat ons naar Parijs brengt, ja, dan zal het ook beginnen tintelen. Bij mij is dat ook zo. Hè? Ja, het is een busje geworden. Waarom niet de trein, jongens? De normale verplaatsing gebeurt via de Thalys. Ja, dan moet je aan de bazen vragen. Ja. Blijkbaar zaten alle treinen uit Parijs terug naar Brussel vol. Dat is dus voor zondag in principe. Dat, ja, dat lukte niet. Ja, dat lukte niet. Heeft te maken met Roland Garros en het verlengde weekend? Geen idee. Ja. Kan met van alles te maken hebben. Maar goed, jullie hebben een privéchauffeur morgen naar Parijs. Dat zal ook wel meevallen, denk ik. Het is onmogelijk dat we nog zelf zouden moeten rijden. Ja, ook dat natuurlijk. Zou, dat we moeten toch in een mankeren. Zekere comfortabele situatie naar het stadion gebracht worden. Nicola, dat begrijp je toch. Ja. ik heb ook gelezen dat de hotelkamers in Parijs gigantisch duur zijn. Want natuurlijk was de finale gepland in Sint-Petersburg. De prijzen maal 3 tot zelfs maal 10 gegaan. Tot €1200 per nacht. Dus goede planning met, wat is het, 60.000 Engelsen, denk ik, gelezen? Ja, dat heb ik vandaag ook gelezen. Dat, het is alweer hommeles over de ticketverdeling. Want van die 75.000 plaatsen gaan er wel geteld 20.000 naar de twee clubs. Hè, allebei 20.000. En dan nog 23.000 naar UEFA zelf. En dan nog 12.000 naar neutrale toeschouwers. Maar goed, dat zullen, heb ik vorige week ook in Sevilla gezien. Dat zijn dan toch allemaal supporters van een van de twee ploegen. En ik zag op sites dat er al wordt doorverkocht, wat overigens verboden is. En dat de minimumprijs voor een ticket daar €1000 is. Mm. Ga tot €10.000 als je zo'n ticket wil kopen. En, het is een soort overbevolking, als het ware. En Parijs is nu eenmaal makkelijker bereikbaar dan Sint-Petersburg. Gert, ik dacht dat je er wou op inpikken. Nee, maar ik heb van die tickets en van die doorgekoopt. Ik heb een maat die ooit, ik weet nu niet meer waar dat was, en die is ook zonder ticket vertrokken en daar eentje gekocht op straat, €500 betaald. Vals ticket. Vals ticket. Dus uiteindelijk voor €500 toch nog in een café mogen gaan zitten. Om naar de finale te kijken. Dus nee, daar wordt veel misbruik van gemaakt. Hoe jammer dat het ook is. En het is te hopen dat het een beetje rustig blijft, omdat gisteren voor die Conference League finale hoorde ik dat dan ook weer toch weer rellen en toch weer zelfs in, zelfs in Rotterdam zijn er problemen geweest na de match. Dus dat lukt toch blijkbaar niet om dat te doen zonder te vechten. Ja, maar de supporters van Real Madrid hebben niet echt een reputatie op dat vlak. Nee, normaal niet. Nee. Ja. Die Engelsen met wat bier erin, dat zou wel eens kunnen. Ja, en je hebt toch altijd een... gelukkig klein, maar toch groot genoeg aantal dat alleen ook maar daarvoor gaat natuurlijk om ketenschoppen, helaas. Mm-hmm. Maar goed, we gaan ervan uit dat het hopelijk rustig blijft, dat we vooral een goede match krijgen. Zometeen gaan we focussen op de twee finalisten, op de finale. Maar ik heb jullie ook gevraagd naar een ander Champions League moment. Het is een lang en mooi seizoen geweest dat jullie te binnen schoot. Peter, bij jou was dat dit moment. Gerard Moreno, en hij zit erbij, maar hij zit er wel in. 0-1 voor Villarreal, Gerard Moreno. Brengt de Spanjaarden hier op, even kijken, 12,5 minuut van de kwartfinale. Parejo de corner. En daar Pau Torres, 0-2. Het is voorbij voor Juve. Danjuma, de korte aanloop. En netjes in het hoekje, 0-3. Het is nog een sprekend resultaat ook voor Villarreal. En ik vroeg mij af of de gele onderzeeër nog een torpedo klaar had. Wel, ze hadden er 3. En de man die ze afvuurde, inderdaad, Gerard Moreno.
Gert, jij was daar ook bij, hè, of niet? Ja, ja, ik was ja, er ook. Maar je hebt je tactiek van de vorige keer niet toegepast. Geen kreetjes tussendoor, want ik heb je nauwelijks gehoord. Nee, bleef rustig. Ik was ook verbaasd. Hè. Ja. Peter, vertel eens, waarom heb je dit gekozen? Kijk, het strafste wat we hebben meegemaakt zijn natuurlijk die onwaarschijnlijke comebacks van Real Madrid. Maar ik heb dit er toch uitgelicht, omdat Villarreal is toch een van de frisse geluiden geweest in deze Champions League-campagne. We hebben toch allemaal een beetje gesympathiseerd, denk ik. Onprofessioneel zal ik dat dan noemen, met Unai Emery en met die ploeg. En ja, zelden een speler gezien die na meer dan een maand blessure leed, vandaar dat hij op de bank begon, inviel, een kwartiertje voor tijd eigenlijk, en bij die drie doelpunten er telkens tussen zat. En wat hij later ook nog eens heeft getoond, vond ik in die terugwedstrijd tegen Liverpool, waar Villarreal ons ook nog eens kon verblijden met een geweldige eerste helft en die 2-0 voorsprong. Ook daar was hij bepalend door zijn plaatsing, door zijn techniek, door zijn vista eigenlijk ook. Zoveel meer dan alleen maar een aanvaller. En ik heb het dan gekozen, omdat het was toch een memorabele avond. Je bent na de heenwedstrijd al blij dat Parejo gelijk maakt, dan zeg je, moeten we toch al niet voor niks naar Turijn. En de manier waarop ze daar hebben afgezien, want dat konden ze wel, maar ook goed voetbalden onder de druk uit van Juventus, wat ze bijvoorbeeld niet konden op Anfield, omdat ze daar helemaal verzwolgen en versmacht werden. Ja, dat wil ik toch nog eens onder de aandacht brengen voor het is vergeten. En met als exponent Gerard Moreno. En in die wedstrijd tegen Liverpool zag je naar het einde van de eerste helft dat hij toch weer geblesseerd was en eraf moest gaan. En dat was mede met een flaterende doelman. Je had het graag gezien, hè? Emery in Parijs. Al moet ik eerlijk zeggen, ik kijk natuurlijk meer uit naar een finale tussen Liverpool en Real Madrid. En het was bij wijze van spreken voor de affiche leuker geweest dat Bayern München in de halve finale had gestaan. Maar ja, dat qua petite histoire zou het wel geweldig geweest zijn dat Emery finale speelde van de Champions League in Parijs. Maar goed, je kan niet alles hebben. Mm-hmm. Gert, jij dacht meteen toen ik je de vraag stelde aan die comeback van Real Madrid, waar we het zo meteen nog uitgebreid gaan over hebben. Maar er was ook een ander moment uit de achtste finales waar je toch aan terugdacht. Kijk, hier is Sanchez. Ai, Sanchez. Ai, de gele kaart komt eraan. En dat is de rode. Dat is pech voor Sanchez. Te hevig. Daar straks al. En nu weer. Ja, Gert, vertel eens. Dit is de wedstrijd tussen Liverpool en Inter. Ja, ik heb dat gekozen eigenlijk omdat, als je kijkt naar al die wedstrijden van Real Madrid, dat zit vol met kantelmomenten. Hè, waarin er iets gebeurt dat het toch verandert. En deze rode kaart, daar was ook een kantelmoment. In de negatieve zin natuurlijk voor Inter. Maar als je kijkt naar die twee wedstrijden die zij speelden tegen Liverpool. Ik vond ze in Milaan. Was Inter gewoon beter dan Liverpool. Liverpool scoorde op twee stilstaande fases. En dan de terugwedstrijd in Liverpool. Maakt Lautaro een fantastische goal. Stampt er geen los de winkelhaak in. En één minuut later gebeurt dit. Hè. Dus dat was voor mij die goal, die 0-1 daar van Lautaro. Was een kantelmoment, was een goed moment geweest voor Inter. Want daar zaten zij absoluut in de positie om het eventueel nog te veranderen. En om terug de bovenhand te nemen. Alleen doet Sanchez met die rode kaart, doet onmiddellijk het licht terug uit voor Inter. En dat is een moment dat ik denk van ja, Liverpool, allemaal goed en wel, maar daar hadden ze in de problemen kunnen komen. Echt in de problemen kunnen komen. En je kunt zeggen, tegen Villarreal was dat misschien ook wel zo, maar daar voelde dan toch nog iets. Dan moest dan toch nog een geweldige tweede helft van Villarreal aan vastgeknoopt worden. Omdat echt, daar hebben ze misschien een klein beetje gewankeld. Ja, maar hebben ze ook wel, Gert, als je kijkt, hoewel ze drie klassen beter waren in de thuiswedstrijd, als je kijkt naar de doelpunten die ze nodig hadden, ik zou zeggen, om het op gang te brengen. Afgeweken bal. Ook wel in de heenwedstrijd. Ja. En een flaterende doelman in de terugwedstrijd. Om dan telkens de deur open te zetten naar het vervolg, wat logisch was. Ja, was het ook daar. En ik herinner mij overigens de vorige Champions League campagne die ze hebben gewonnen in 2019. Was het ook een fractie van een millimeter in de laatste groepswedstrijd tegen Napoli thuis. In de toegevoegde tijd. Ik ben nu even de naam van de aanvaller vergeten van Napoli. Maar moet Alisson daar nog een super safe verrichten? Of ze gaan eruit in de groepsfase? Dus onderweg heb je toch altijd, zelfs als je Liverpool bent, wat Gert zegt, een paar momenten nodig waar het dan toch even mee zit. Ja. Peter, je haalt de finale aan van 2019. 2018 speelde Liverpool natuurlijk ook de finale. Daar waren jullie ook bij, als ik me niet vergis. Ja. En dat was natuurlijk tegen Real Madrid. We gaan nog eens luisteren hoe het er toen aan toeging in 2018. Salah. Met Ramos op de huid. Dat leek mij een overtreding. Dat moet dan zeer pijnlijk zijn. Linkerarm onder het lichaam. Benzema geen buitenspel, maar de bal te ver. Oh, Karius! Oh, is erin! Oh,
scoort! Lovren kopt en de binnengedikt Mané! Dat is de gelijkmaker! De gelijkmaker van Sadio Mané op de kopbal van Lovren! Omhaal Bale! Oh la la! Ook in het Bale! Wat een geweldige goal! Dit is toch straffer dan Cristiano Ronaldo! Bale denkt ik kan alles vandaag! Het is toch waar ook! Wat een flater opnieuw van Karius! Nu echt over. Ik zou zeggen het is candid camera, maar nee, het is levensecht. Karius gaat hier opnieuw. Gigantisch de mist in. Ja, het werd 3-1 voor Real Madrid. En Gert, ja, ik zie je kijken. Hè. Het is nog altijd niet te vatten hoe Karius daar in de fout hoe gaat. Hoe is het daarmee eigenlijk? Waar zit hij tegenwoordig? Wel, dat is mijn vraag. Waar speelt Loris Karius? Ja. Ik zal toegeven, er stond een artikel over 2 of 3 dagen geleden in de Times. En ik begon eraan, maar ik dacht, Karius, dat moet ik nu niet meer weten. Dus ik heb niet voorgelezen, ik kan het niet. Ik heb het jammer, anders had ik het kunnen zeggen. Nee, ik heb het ook moeten opzoeken. Het is een strikvraag. Hij is gewoon 4de keeper nog bij Liverpool. Dat meen je niet. Absoluut. Ja, dus hij zit terug bij Liverpool. Hij heeft geen minuut gespeeld. Hij heeft in Turkije gezeten. Ja, absoluut. Hij heeft geen minuut gespeeld dit seizoen. Is 4de keeper. Want je hebt ook nog de Spanjaard, Adrian. En je hebt Quivin Kelleher. Ja, hij is 4de doelman. Hij heeft geen minuut gespeeld en zijn contract loopt nu af. Eind juni. Ik zou zeggen, allen daarheen om hem te engageren. Of niet. Maar dit is wel een boemer. Hè? En Klopp heeft natuurlijk zoveel successen dat het hem niet wordt aangerekend. Maar ja, dat mag Klopp wel op zijn pet schrijven, deze nederlaag in de finale van de Champions League. Want hij vond het toch nodig om maanden daarvoor Simon Mignolet op de bank te zetten. Ja. Dus ja, goed gedaan, Jurgen. Ja, we hebben net Mignolet zien spelen in de play-offs op topniveau. Ja. We mogen dat nu niet vergelijken, maar we zeiden er toen ook al dat het onbegrijpelijk was dat Mignolet niet speelde. En als dat, je die beelden nu terugziet. En dat hij nadien plaats moet ruimen voor Alisson. Dat is allemaal normaal. Dat is een doelman van een ander niveau nog. Maar ja, niet voor Karius natuurlijk. Dat was toch bepaald niet zo geweldig gedaan. Twee seizoenen uitgeleend. En trouwens, Mignolet moest destijds in doel staan bij Liverpool achter een 7. De verdediging nu is een daarna kwam Virgil van Dijk. Ja, dat is natuurlijk wel wat anders als je daar kan achterstaan. Misschien hoopt hij wel, Mignolet, dat ze nog eens tegen Liverpool uitkomen. Hè? En tegen Jurgen Klopp, wie weet, in de Champions League. Ja. Maar dus Karius 2 seizoenen verhuurd aan Besiktas. Dan is hij ook uitgeleend aan Union Berlin. Maar daar heeft hij ook maar 5 matchen gespeeld. Dus ik weet niet of er nog veel toekomst voor hem is in het profvoetbal. We gaan het zien. Goed, dan gaan we het hebben over de finale van dit jaar natuurlijk. De campagne 2021. Dan kunnen we niet anders dan het te hebben over al die comebacks. We hebben ze net al even zijdelings aangehaald van Real Madrid. Want hoe het nu ook afloopt, of ze nu winnen of niet, die Champions League finale zal altijd het seizoen van Real Madrid zijn. Vinicius, gelanceerd. Maar Marquinhos er toch tussen. Geeft hem aan Benzema. 3-1! 3-1! Benzema! Onvoorstelbaar! Karim Benzema! Niet te geloven! Vinicius, Benzema! Daar is Benzema! Het duo doet het opnieuw! Vinicius en Benzema voor 2-3. Camavinga. Benzema. En de goal! Ha, kijk! Rodrigo! Zal toch niet zeker? Nee, zitten we weer volop met spanning. Carvajal, gooi hem maar. Daar komt hij! Daar is hij! Ja, de goal! Ja, de goal! Rodrigo! Benzema legt hem netjes weg. Alle rust. En 3-1 voor Real Madrid. Karim Benzema. Man City virtueel uitgeschakeld. Ongelooflijk, niet te vatten. De woorden komen eigenlijk tekort. Kunnen we niet genoeg proberen uitleggen. Maar Gert, toen ik jou vroeg naar jouw moment van de voorbije campagne, je dacht toch vooral aan die laatste goals, de laatste minuten tegen Man City, hè, die halve finale. Dat was de strafste comeback toch? Ja, dat is zo helemaal op het einde. Ja, die anderen waren ook straf, maar deze waren helemaal straf, omdat je zit in dat stadion en je voelt aan alles en iedereen. Iedereen heeft er zich bij neergelegd. Maar Ancelotti had ook al gewisseld. Wij hadden indruk dat heel dat middenveld eraf. Ja, eraf om te zeggen, allee, kom, iedereen mag nog wat spelen, zo in de laatste paar minuten. Tuurlijk, dus het is eigenlijk gebeurd. En ook bij de eerste goal,
van Rodrigo, dan gelooft het ook nog niet. Hè? Ik hoor mijn eigen daar wel zeggen, het zal toch niet zijn. Maar ja, gelooft dat zelf nog niet op dat moment. En dan gebeurt dat toch nog met een tweede goal. Zo'n ongelooflijk straf. Telkens Rodrigo toch ook wel. Hij zat er ook altijd tussen met die comebacks. Hij en Benzema. Vinicius vooral met assist. Dus ja, het zit in de kwaliteit van het individu. Absoluut. Maar helemaal kunnen dat nooit uitleggen of hoe dat komt. Sommige dingen in het voetbal, ik heb het al 1000 keer gezegd, dat gebeurt. Sommige dingen gebeuren gewoon. Ja, maar dat het dan ook... Dat het zo dikwijls gebeurt in één seizoen, in één campagne, dat is uitzonderlijk. Ja. Dus Real Madrid is 3 keer, in sommige delen van die dubbele confrontaties, veruit de mindere geweest. Zeker tegen Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Zeker tegen Paris Saint-Germain. Ik zou zeggen op 20 minuten na, weggebezemd. En 3 keer er toch doorgesparteld. Dus ja, dat is toch voor de eeuwigheid. En we zullen ons deze campagne veel langer herinneren dan de vorige campagnes. Want als je mij nu uit het blote hoofd zou vragen, wie hebben ze... Ja, er waren ook nog wel wat spectaculaire wedstrijden bij. Maar ja, dit niet natuurlijk. Dit is gewoon fenomenaal. Dus dan trekken ze met een gevoel van onoverwinnelijkheid nu naar Parijs? Of hoe moet ik dat inschatten? Zeker bij iets speciaals. Hè. Zijn we tot hiertoe, hebben ze altijd wel iets speciaals. Ja. Dus het gevoel zal zeker en vast speciaal blijven. Het enige, en ik hoorde dat Courtois ook zeggen, hij vond dat een klein voordeel, dat ze al zo vroeg kampioen waren geworden in eigen land, waardoor ze rustig hebben kunnen toewerken naar deze finale en niet meer hebben moeten strijden tot het laatste moment in de competitie. Hij vond dat een klein voordeel. Ik weet niet wat dat een voordeel is. Ik heb meer de ervaring of meer zo het gevoel van, ja, als je tot het laatste serieus hebt moeten werken en hard hebt moeten trainen en hard hebt moeten spelen ervoor, zoals Liverpool, dat toch wel voordeliger is dan mentaal even de riem afleggen. Mm-hmm. Meestal om dat terug op te pikken. Die match tegen Betis afgelopen weekend was al een wedstrijd waarin er niks meer op het spel stond. Was dat gevaarlijk. Wedstrijden niet echt de moeite waard om naar te kijken. Doen, ja. Als je wedstrijden moet spelen die je niet meer te doen en al zo'n beetje in een decompressiefase zijn om dat dan weer naartoe te leren. Ik denk dat dat moeilijker is dan in diezelfde flow blijven of wat het dan ook mogen zijn. Dus ik weet niet wat dat een voordeel gaat zijn voor Real. Maar het parcours in de Champions League, ja, dat spreekt absoluut in hun voordeel. Zij hebben daar al dingen in gedaan die onwaarschijnlijk waren. Klopt, zij. We hebben 88 minuten om het verschil te maken, want de laatste twee... Die zijn voor Real. Dus als we dan nog niet safe zijn, dan kunnen we het schudden, bij wijze van spreken. Ja. Maar ook de cijfers, Peter. Je hebt er heel wat finales van gezien die ze gewonnen hebben. 7 finales gespeeld van de Champions League. Alle 7 gewonnen. Hè? Maar tegelijkertijd, Jurgen Klopp, die een finale loser was, hè, had 6 opeenvolgende finales. Ook met Dortmund was dat begonnen. Met Liverpool verloor hij allemaal. En nu heeft hij de voorbije 4 finales gewonnen. Ze noemden hem nu een potmonster. Noemen ze hem nu in Duitsland. Dus dat soort statistieken, daar kunnen we tegelijkertijd niet veel meer. Maar wat wel is, er zijn er nog 8 die erbij waren in 2014, toen Real na een eeuwigheid wachten La Decima won, de tiende beker. Oké, ze spelen niet allemaal meer, ze waren toen niet, maar met Modric en Casemiro en Marcelo, Carvajal. Dus daar zijn wel jongens die het veld opkomen en die daar al vele malen geweest zijn natuurlijk. En ik weet wel, datzelfde geldt intussen ook wel voor Liverpool, hè, want dat elftal is ook in grote mate vergelijkbaar. Maar goed, maar ik denk dat soort dingen allemaal niet echt een rol gaat spelen. Wat ik wel belangrijker vind, en dat is het grote verschil, zeker met PSG en met City. Er zijn toch altijd wedstrijden geweest waarin dat ineens begint te schudden en te beven en te wankelen. En dat je denkt, City ineens gaan de sluizen open, Paris Saint-Germain, de déconfituur, mentaal dan vooral. En dat zie ik bij Liverpool maar heel erg weinig, behalve... Ja, in die wedstrijd tegen Villarreal, dat was toch opmerkelijk hoe ze daar ineens stonden te zwemmen. En dat zag ik nu ook, maar zonder Van Dijk in die laatste competitiewedstrijd die ze speelden, waar blijkbaar ze vergaten te verdedigen. Maar in principe denk ik dat de stabiliteit van Liverpool
groter is, solider is dan om daarvan te kunnen profiteren voor Alright, ik stel voor dat we eens luisteren naar een paar quotes, want onze eindredacteur zaterdag voor de tv-uitzending Bas Coupé is naar Madrid geweest. Er wordt voor elke club een media day georganiseerd waar heel veel volk op afkomt. Dit was het geval bijvoorbeeld voor Real Madrid. 250 journalisten van 108 verschillende mediaorganisaties zijn erop afgekomen maandag in Valdebebas, het trainingscentrum. En Bas Coupé was er ook. En hij heeft onder meer gesproken met onze landgenoot Thibaut Courtois. Het is al 8 jaar geleden van die verloren finale. Dus natuurlijk wil je dan heel graag terug naar een finale geraken en die winnen. Om dan toch die ene trofee wat je nog niet hebt te winnen. Daarom weet ik heel goed dat ik zaterdag alles wil proberen tegen te houden en die finale te willen winnen. Je weet niet altijd hoe voetbal gaat. Bijvoorbeeld iemand als Buffon die eigenlijk een Champions League verdient. Heeft denk ik 3 of 4 finales verloren. Dus dat is soms jammer. En soms is voetbal nu eenmaal cru. Maar hopelijk is het zaterdag aan de goede kant voor mij en voor ons. En kunnen we eindelijk, of kan ik eindelijk die trofee winnen. Ja, hij stond dus al in die finale waar hij ook bij was, 2014. Dat was dramatisch, hè? Op het einde de toegevoegde tijd nog die kopbal van Ramos of ze hadden gewonnen. En toen was hij nog zo jong dat hij het niet echt besefte hoe uniek het was. Hè? En dat merk je nu dan 8 jaar later wel. Ja, je zegt het zelf, hè? Er zit 8 jaar tussen. Hè? Dat is eigenlijk best wel lang. En op dat moment denkt hij misschien van, ja, er komen nog kansen en krijg nog kansen. En inderdaad, er komt een nieuwe kans aan, maar er zit wel 8 jaar tussen. Dus zo simpel is dat. Hij is pas de derde doelman die met 2 verschillende clubs in de Champions League finale staat. Van der Sar heeft het gedaan, Keylor Navas heeft het gedaan. Dat is toch opmerkelijk. Als er één iemand is die het zou verdienen bij Real Madrid, naast Benzema natuurlijk. Ja, natuurlijk. Courtois, onwaarschijnlijke campagne gekiept. We hebben het al gehad over kantelmomenten. Ja, hoeveel kantelmomenten dat er geweest zijn voor Real Madrid door een redding van Courtois. Ja, die kunnen ook niet op één hand tellen. Zo zijn er ook veel geweest. En het meest uitgesproken nog tegen City, die kansen van Grealish. Ja. Nog voordat de goals van Real vielen. Anders had het daar 0-2 geworden voor City. Maar, ik had het ook gezocht ergens. Of het was mij voorgeschoteld. In die 6 wedstrijden in de knock-out fase. 106 schoten tegen. Dan sta je toch in een balkenkamer. Dus je kan niet zeggen dat Real Madrid geweldig heeft verdedigd. En dat had ook te maken met blessures. Mm-hmm. Als je kijkt naar, ik denk dat het tegen Chelsea was, de verdediging waarmee ze daar de wedstrijd hebben afgesloten. Ja. Tweede meeste in totaal, 179 schoten in totaal, heel de campagne. Ja, tegen. Tweede meest tegen. Hè? Ja. Tweede meest na Villarreal. Dus Villarreal het meest. Natuurlijk, je moet kijken naar clubs die ver geraakt zijn, uiteraard. Want dat is een optelsom gewoon. Maar in vergelijking, Liverpool is even ver geraakt. Liverpool maar 77, dus zitten 100 schoten minder. Dat is toch een opmerkelijk verschil. Courtois is redelijk veel. Hè. Courtois is de keeper met de meeste saves. Reddingspercentage 78%. 4 clean sheets, ook wel het meeste. Dus hij heeft het geweldig gedaan natuurlijk. Ook 11 tegendoelpunten. Hè? In die 6, in principe is dat mega veel. In die 6 wedstrijden 11 tegendoelpunten. Ja, en 13 in totaal. 13, dus ze hebben weinig overschot. Nee, absoluut. Ja. Komt er volgens jullie nog een tweede landgenoot in actie? Is die kans bestaande? Eden Hazard. Ja, als we zeggen, die goals van Bale, dan moeten ze daar ook wel aan denken. Zo'n rol kunnen weggelegd zijn voor Hazard? Ik denk het niet. Maar ook omdat super en alles. En ik voel me in één keer goed en ik ben nu klaar voor die finale. Ik denk eerlijk gezegd dat Ancelotti daar niet zo over denkt, denk ik. Hè. Ja, hij zegt wel dat hij op hem rekent, maar dat zegt hij eigenlijk al altijd. Ja, en hij heeft sinds februari, 26 minuten meegespeeld. Er was toch vaak dat hij zo ongeveer iedereen inbracht. En Hazard niet, in de periode dat hij nog voor zijn operatie fit was en kon spelen. En helemaal fit was eigenlijk, dachten wij toch. Dus het zou mij verbazen als hij één zou invallen. Want Ancelotti heeft alle reden om al die anderen in te brengen. Want zijn wissels, wat Gert ook zei, hebben vaak het verschil gemaakt. Dus waarom zou hij nu dan ineens een beroep doen op Hazard en die anderen die hem veel dienst hebben bewezen, ook nog in die wedstrijd tegen City, passeren. Dus dat zou mij verbazen, eerlijk gezegd. Hazard zelf, die, u hebt het misschien ook al gelezen, maar die heeft ook op die media day gezegd aan Bas dat hij het desondanks toch ziet zitten voor zaterdag. Je suis là pour jouer un rôle. Après, si j'en joue pas. Mais moi, dans ma tête, j'espère être là. Si je peux aider l'équipe en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, je le ferai. We horen wel in de wandelgangen dat het toch een totaal ander gevoel is, een enkel zonder dat plaatje, Peter en Gert. Ja, en dat stemt ons wel ergens hoopvol. Misschien nu niet voor zaterdag, maar we horen hem ook weer praten over de 2 seizoenen die hem nog resten.
Dat is wel, dat biedt wel wat hoop, toch? Dat is waar, Nicola, maar je spreekt niet over een periode van 4 weken oud te zijn geweest of zo. Je spreekt hier al over 2 jaar dat je eigenlijk niks hebt kunnen laten zien. En dat is gewoon gigantisch lang. Om daar in 1 keer terug te staan, dat geloof ik echt niet. En ik weet wel, voor mannen met uitzonderlijk veel talent moeten altijd met 2 woorden spreken. Maar ik kan het toch niet geloven dat hij in die finale daar het verschil gaat maken. En ik geloof eigenlijk maar amper dat hij tussen de lijnen gaat komen ook. Ja. Dat Mbappé niet naar Real Madrid gaat, is dat goed nieuws voor Hazard voor volgend seizoen? Ja, dat denk ik wel. Okay, misschien dat hij niet op zijn positie speelt, maar nog eens een vedette erbij. En je hebt al Vinicius en die Rodrigo heeft ook punten gescoord, om het zacht te zeggen. Dus extra veel concurrentie er nog eens bij. En zeker dan een wereldster zoals Mbappé. Ja, dat zou toch niet bepaald geweldig goed nieuws geweest zijn voor Hazard. Verwachten jullie Rodrigo in de basis trouwens? Nee. Nee, toch Valverde? Ja, denk het wel. Omdat die keuze die hij al een paar keer heeft gemaakt, ook in de terugwedstrijd tegen Chelsea, denk ik, als ik me niet vergis, zou dat kunnen. Of in de terugwedstrijd tegen PSG, denk ik. Tegen Chelsea was het met Valverde ook. Begonnen, hè, terugwedstrijd. Ja, dus dan, dat is toch al een paar keer goed uitgepakt. En hij voegt iets toe, zijn loopvermogen, de afstanden die hij kan overbruggen, fysieke power die hij aan toevoegt. En Rodrigo heeft het al keer op keer uitstekend gedaan als invaller. Dus lijkt het mij logisch en te verwachten City dat hij... trouwens, Peter, altijd met Valverde begonnen. Ja. Een andere speler... De eerste wedstrijd op Paris Saint-Germain niet, en dan kwamen ze, dan werd dan gezegd, want... toen is er wel crisis geweest bij Real Madrid. Hè, nadat ze daar zijn weggebezemd. En alleen dankzij Courtois maar met 1-0 verloren. Ja, is er toch een soort gesprek geweest. Daar was het met Asensio en Vinicius. Ja. En dus werd gezegd, ja, om dan wat meer power. Valverde heeft zich dan alleen in de ploeg gespeeld. En trouwens, ik las nog een leuk... Heb je nog even tijd? Ja, zeg maar. Anekdote. Ik las vandaag, of gisteren in een krant, dat het verschil tussen Guardiola en Ancelotti op het moment dat de verlengingen gaan beginnen. Dus je ziet aan de ene kant Pep Guardiola, die bezig is, gij dit, gij dat, gij dit. Dat is een uitgekiend plan waarmee ze dus de verlengingen gaan spelen. En aan de andere kant heb je Ancelotti, die draait zich naar de bank waar Marcelo zit en intussen vervangen Kroos. En hij vraagt, en jongens, wie moet ik volgens jullie inbrengen? Want ik ben niet helemaal zeker om maar te illustreren. Aan de spelers zelf? Aan de spelers zelf. Ja, dus overleg. En dat is een soort overlegmodel. En er werd gezegd, als ze er nu uitgaan, als ze natuurlijk hem dat kunnen aanrekenen en zeggen, kijk, Guardiola, uitgekiend plan, dat heeft gewerkt, Ancelotti, improvisatie heeft die wist het niet meer. Ja. En er werd dan het verhaal bijverteld, toen hij destijds bij Milan 4 middenvelders zat van wereldniveau. Pirlo, Kaká, Seedorf en Rui Costa. En in principe, ja, was het dat 1 te veel, heeft hij ook gezegd, jongens, jullie zijn 4 middenvelders. Los het op, want anders gaat er altijd 1 van u op de bank moeten zitten. En dat was de geboorte van de ruit waarmee ze succes hebben gehad. Ja, het is tussendoor. Het is een hele speciale... Ze hebben allemaal voor zichzelf gekozen dan toch, die 4. Ze hebben niet gedacht van, we gaan een beurtrol organiseren. Nee. Dus gezegd, hoe kunnen we hier allemaal spelen? Jij zou het wel gedaan hebben, gedacht hebben aan de ploegmaat. Goed, ik wou komen tot een andere invaller die het telkens goed heeft gedaan bij Real Madrid. We dachten met een interview dat we met hem hadden maandag, dat we ook een grote vis aan de haak hadden geslagen, maar meer dan 2 zinnen hebben we er toch moeilijk uitgekregen. Eduardo Camavinga. Pas au moment où le coach me met sur le terrain, ce que je veux c'est de donner ma pierre à l'édifice, c'est de donner le meilleur de moi-même et d'aider l'équipe et je suis très content de l'avoir fait pendant ces matchs-là en jeu. Ja, Camavinga, we vroegen hem of hij verwacht in de basis te staan, maar dat zal ook niet gebeuren, zeker? Nee, dat gaat ook niet gebeuren, maar zou het wel verdienen, hè? Wat je zegt, heeft een belangrijke rol gespeeld. Ook omdat hij, power was ook in die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, denk ik. Ja, en tegen City, de laatste kwartier, ingekomen, laatste kwartier. En dan daar echt een rol op zich gepakt. Dat, denk ik, echt beginnen verdelen, rust gebracht, als verdedigende middenvelder. Want dat weet ik nog zo voor hem niet, echt... Echte verdedigende middenvelder is niet, maar daar in dat laatste kwartier was dat echt elke keer een aanval op gang brengen. Ja, dat was top. In elk geval... Een wissel op de toekomst op het middenveld. Ja, absoluut. En met Rodrigo en Camavinga als invallen heeft Ancelotti toch wapens achter de hand. Goed, het is hoog tijd dat we het ook eens hebben over de tegenstander, over Liverpool. Zij pakten in de poelenfase 18 op 18 en in de knock-outfase hebben ze eigenlijk telkens in de heenwedstrijd het verschil al deels gemaakt. Hoge bal richting Diaz van Dijk, legt af, hier is Salah met de plaatsbal, gaat erin, afgeweken, 0-2. 0 tegen 2, Mo Salah. En in het slotkwartier al toch het dubbele deksel.
voor Inter. Door het midden. Luis Diaz voorbij Vlachodimos. En daar is het derde doelpunt voor Liverpool. Salah krijgt ruimte aan de rand van de 16. Moet je niet doen. Daar is de kans voor Mané. En het is 2-0. Het is 2-0. Sadio Mané. En dan gaat het plots snel op 2 minuten tijd van 0-0 naar 2-0. De vierde Champions League goal van dit seizoen voor Sadio Mané. Ja, het was dus in die knock-outfase, vooral in de eerste wedstrijd telkens dat ze het hebben gedaan, Gert. We hebben het al over Inter gehad hè, en dat ze daar ook 2 keer scoorden op spelervatting. Het feit dat ze in de returns het wat moeilijker hebben gehad, onder andere tegen Benfica en ook tegen Villarreal, was dat toch vooral de focus die dan ontbrak, omdat ze eigenlijk al half geplaatst waren? Ja, tegen Benfica was het ook maar een halve ploeg. Zijn. Ja. Ze hebben opgesteld. Dan krijgen ze wel 3 goals binnen. Ja, maar in de problemen zijn ze daar nu toch niet echt gekomen, denk ik. En Villarreal was toch schrikken. Oké, dat was niet de eerste helft zoals ze die voorzien hadden. Een beetje verrast door het enthousiasme en de kwaliteit van de thuisploeg. Ik zou zeggen, door de regen, maar dat kan niet, want het zijn Engelsen, dus die zijn dat gewend. En ja, je zag toch aan de gelaatsuitdrukkingen van Jurgen Klopp dat hij bepaald ongerust was geworden. Nadien kan je wel zeggen, ja, we hebben de rust bewaard. Ja, die indruk gaven ze toch niet in de eerste helft, eerlijk gezegd. Wij wel het met Liverpool ook altijd in staat om goal te maken. Hè. Altijd, hè. Blijven maar zelden steken op die nul of dat er echt niks binnen gaat. Dus ja, ze zijn gewoon in staat om, ook als het wat minder gaat, toch altijd dat doelpunt te maken. En ja, zoals Peter zegt ook, stabiel achterin. Pakken wel risico's, hè. Pas op, hè. Ja. Achterin, hè. Ik vind dat wel. De ruimte in de rug van de vleugelbacks. Ja, ruimte om te beginnen en vaak zonder overtal. Vaak man op man achterin, daar hebben ze geen probleem mee. Die backs die vaak heel hoog weg zijn. Ze hebben vaak een restverdediging van maar 3 man. Hè. 2 centrale verdedigers en daar nog eentje voor. That's it, hè. Is dat een sleutelduel, Alexander-Arnold met in de rug eventueel Vinicius, die daar kan induiken? Ja, ik weet niet of ze echt vol risico gaan beginnen aan zo'n finale, dat denk ik niet. Ik denk dat dat net iets voorzichtiger gaat zijn. Maar dan pak je ook meteen de kracht weg. Als je tegen Robertson of Alexander-Arnold zegt van ja, niet te zot doen van in het begin. Ja, dat is ook tegelijkertijd een grote kracht. Hè. Dus dat is altijd een beetje balanceren op hoeveel risico dat je bereid bent om te nemen. Maar zij zijn meer dan Real in staat om de tegenstander weg te zetten. En op dat hoofd. Hebben we gezien in die heenmatch tegen Villarreal. Hè? Ja. Gaat dat ook het scenario zijn, Peter? Welke wedstrijd verwacht jij eigenlijk? Ja, één waarin Liverpool wel het initiatief neemt. En waar Real dat niet zo erg vindt. Dus Real is in grote wedstrijden toch al net iets langer een ploeg die vaker wel het initiatief en de bal aan de tegenstander laat en daar geen problemen mee heeft, zelfs in thuiswedstrijden. En dan snel probeert om te schakelen. En met Vinicius hebben ze natuurlijk een gedroomd wapen. Dus, Benzema krijgt wat mij betreft nu toch de moeilijkste tegenstander van allemaal tegenover zich om nog eens zijn rol te spelen met Virgil van Dijk. Dus, gaat hij de kroon op het werk zetten, mannen? Want hoe straf, mogen we ook wel nog eens benoemen natuurlijk, is zijn seizoen 15 goals al gemaakt. Ja. Dus, in de knock-outfase vooral geweldig op dreef. 10 in 6 wedstrijden. En de kwaliteit van de doelpunten, en wat Gert ook al eerder een keer heeft aangehaald, in die wedstrijd tegen PSG, toen ook alles verloren leek, hè, nu alleen achtergekomen, ja, door te gaan jagen, druk zetten. Ja. Het is hij die zijn ploegmaats ook aanvuurt, ja, hè? Hij is de leider geworden. Met doelpunten, maar ja, de manier waarop hij de ploeg op sleeptouw neemt eigenlijk vanuit die vooruitgeschoven positie is ook indrukwekkend. Dus ja, je kan natuurlijk wel een paar leuke verhalen verzinnen over Benzema die thuiskomt, hij is niet van Parijs, maar die in Frankrijk thuiskomt en die daar de Champions League wint. Ja, dat kan ook wel. Nog maar eens, de Champions League. Het zou kunnen. In elk geval, we zeiden dat Real Madrid met vertrouwen naar die finale gaat. Ja, voor Liverpool is dat ook wel voor een groot stuk het geval. Hè? Want ze hebben al 2 prijzen gepakt dit seizoen. It's Kepa. And it is Liverpool who win the Carabao Cup. Tsimikas sits in. And it's Wembley penalty heartache again for Chelsea against Liverpool. De League Cup gewonnen, de FA Cup gewonnen, 2 bekers al in de kast. Een quadruple zal het niet worden, maar wat speelt er nu het meeste mee? Het feit dat ze die titel net niet hebben gepakt, of toch gewoon het vertrouwen van, ja, we hebben dit seizoen al 2 prijzen gewonnen. Het was wel 2 keer zonder overschot, hè.
Mm-hmm. Dus penalties. Met strafschoppen, ja, ook niet dat ze veel beter waren dan met pech niet konden winnen binnen de 120 of 90 minuten. Dus ja, het was ook maar close call. Voor hetzelfde geld heeft Chelsea twee bekers en staan zij nu nog met lege handen. Maar goed, ik zag vandaag nog foto's in de kranten. Ook die mannen van Neuro 11 zijn weer op bezoek geweest. Ik heb die ook gezien. Leg eens uit, Peter. Dat is dus een Duits bedrijf dat door analyse van allerlei data, maar ook inwerkend op het zenuwstelsel dan zeker, Liverpool voorbereidt op penalties, maar ook op standaard situaties. En die waren ook al aanwezig in de week voor de FA Cup Final. 2 dagen op training. En deze week zijn ze ook geweest. En je zag foto's van Alexander Arnold. En van de linksback. Tsimikas. Ja, Tsimikas. Bij het oefenen voor vrije trappen. En ze lopen daar dan met elektroden op het hoofd. Mm-hmm. Zo'n soort muts. En dat wordt allemaal. Het is dat dit een podcast is. Je bent het wel aan het uitbeelden, Peter. Maar het ziet er niet uit. Het is heel. Nee, het ziet er niet uit. Het deed mij meteen denken aan mijn dochter. Die toen heel erg klein was. 5 of zo. En die een beetje een onderzoek moest ondergaan. Een nacht lang. Slaaponderzoek. Ja, zoiets. En die ook met zo allemaal draadjes op haar hoofd. Ja, ik vraag me dan meteen af. Vinden die jongens dat heel erg fijn, maar wat? Op een of andere manier geloven ze daar toch in. En zeker nu, als je kijkt naar de strafschoppenreeks, ja, Liverpool komt er eigenlijk altijd als winnaar uit. Dat sterkt natuurlijk wel spelers en trainers en staf in de overtuiging dat het werkt. De speler die er ook bovenuit stak bij Liverpool, moeten we het ook nog wel even over hebben, is Mo Salah natuurlijk. En de media day van Liverpool die was op woensdag. En Mo Salah had daar overigens nog fijn nieuws voor de Liverpool fans in petto. I think in my mind I don't focus about the contract at the moment. I don't want to be selfish at all. I even said about that like 2 months ago or 1 month ago. It's about the team now. It's a really important week for us. I can say I'm just focused with the team. I want to win the Champions League again. I want to see Hendo having the trophy again in his hand and hopefully give it to me after. I'm just focused with the team, really. I don't want to talk about the contract now because it's like we have a long time. I'm staying next season for sure. That's clear. I'm staying next season, so let's see after that. Ja, er is veel gepraat over zijn contractsituatie. Hij heeft nog een contract tot eind volgend seizoen. Hij gaat niet vertrekken deze zomer. Oké, ik denk dat voor de Liverpool voor de kas is dat misschien slecht. Ja, he? Dat is waar. Maar voor de fans, dat hij op het einde van volgend seizoen zullen wel blij zijn. Er is nog ruimte natuurlijk om hem alsnog een nieuw contract te geven. Ja. Denk maar aan Mbappé. Mané is in dezelfde situatie. Die heeft aangekondigd dat hij na de finale zal bekendmaken of hij blijft of niet. Want er is dan weer een beetje interesse van Bayern München blijkbaar als vervanger van Lewandowski. Ja, kijk, Salah is dit jaar ook fenomenaal geweest. 8 goals. Wat minder in de laatste, ik denk 2 of 4 in de laatste 19 matchen. Dus hij is wel een beetje stilgevallen in tegenstelling tot Mané. En dan heeft het toch een beetje zijn rol gespeeld. De afloop van de Afrika Cup, de afloop van die playoff wedstrijd tegen Mané. Om naar Qatar te gaan, want die heeft er dan ik denk al 13 gemaakt sinds hij is teruggekeerd. Maar ja, Salah is wat mij betreft een van de allerbeste van de wereld op dit moment. Absoluut. Fabinho en Thiago. En gebrand op revanche. Soms willen spelers dat niet gezegd hebben. En dan zeggen ze, ja, nee, het is een andere wedstrijd. Maar hij heeft eigenlijk al na de kwalificatie voor de heenwedstrijd aangegeven, ik wil liefst tegen Real Madrid spelen met de finale van 2. We hebben daarnet het audiofragment gehoord. Dat had te maken met Sergio Ramos, die hem onder de grond stopte en hij moest geblesseerd vervangen worden. Met een blessure, waardoor hij niet alleen die finale miste, maar ook eigenlijk geen rol van betekenis kon spelen op het WK dat er achteraan kwam. Dus hij is wel gebrand om iets te tonen tegen Real en heeft het eigenlijk bijna onomwonden gezegd. Wil revanche voor dat mislukte avontuur van 2018. En dus bij Liverpool, Fabinho, Thiago, wellicht speelklaar. Ja, dat is ook goed nieuws. Gert? Ja. Luis Diaz, die wil ik toch nog eens vernoemen, want ik heb het gevoel dat hij wel eens een belangrijke rol kan spelen in die finale. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat de basisspeler gaat zijn. Ik denk dat hij daarmee gaat beginnen. De laatste wedstrijden hebben er altijd uitgewezen dat ze dat nodig hebben. In Villarreal vonden we dat ook opvallend. We zijn invalbeurt toen en dat maakte toch iets anders. Dat gaf een andere dynamiek in de elftal. Dus je kunt van die anderen niet zeggen dat ze het niet goed gedaan hebben, want Jota heeft ook op een bepaald moment heel veel goals gemaakt en was ook belangrijk. Firmino in het verleden ook zeker, maar hij, ja, dat is toch weer opnieuw een sensatie. Ik vind dat. Absoluut. Serieuze revelatie toch wel bij Liverpool in die eerste maanden. Geen Divo Origi, die is geblesseerd, gaat de finale niet halen, jammer genoeg. Geen belangrijke rol voor hem zoals in 2019. Mannen, ik denk dat we bijna iedereen vernoemd hebben, de belangrijkste pionnen. Ik wil nog een pronostiek van jullie horen, voor we afronden. Moet dat een uitslag zijn of een winnaar? Dat mag de beide zijn.
Wel, vermits ik al de hele campagne tegen Real Madrid heb gepronosticeerd en ze mij altijd mijn ongelijk hebben bewezen, zal ik dan deze keer toch maar zeggen dat Liverpool gaat winnen. Oké. Okay. Ja, ik denk ook dat Liverpool gaat winnen. Ja? Ja, toch ja. Wel, ondanks ja, alles, Gerrit. Ja. Maar als het op 2 minuten van het einde maar 1-0 staat voor Liverpool, dan zullen we zeggen, zet u schrap, want er komt nog wat. We kijken er naar uit. Man, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst, voor jullie vooruitblik, Peter en Gert. Met plezier. En ik wens jullie een fijne rit met het minibusje en vooral een heel erg fijne finale. Voor de mensen die gaan kijken op Pix Plus Sports, die moeten vanaf 20:15, 7:15 afstemmen. En dan hebben we in de studio Wim de Koning, Frankie van der Elst en Wesley Sonck. Geniet van de finale. En tot volgend seizoen.